een van de medeoprichters van BEM. Wij heten tegenwoordig Bijeen. En al onze standpunten en idealen zijn gestoeld op twee motto's. Radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. En dat is eigenlijk in het verlengde dus ook van waar jullie over spraken en wat jij zei. Dat is voor mij de definitie van links en kan voor mij ook een andere definitie bestaan. Want het een moet er zijn, anders kan het ander er niet zijn. En ik denk dat als we kijken naar waar links vandaag de dag staat en we kijken ook naar het falen van links, waar jij ook al even aan geraakt hebt, Simeon, dan zien we dat in mijn beleving juist het ontbreken van de schakel tussen die twee zaken onderdeel is van wat ik toch zie als het falen van links. En als mensen vragen, is jullie partij een aanvulling op links? Dan zeg ik, nee, wij zijn de opvulling, want wat mij betreft is het een groot gat. En dat neem ik de gevestigde linkse partijen tot op zekere hoogte kwalijk. Ik ga daarbij niet uit van een intentie, een slechte intentie, een intentie tot falen of een intentie tot het in de steek laten van bepaalde groepen mensen. Maar ik zie wel dat er een aantal belangrijke redenen zijn over waarom links op dit moment staat op de plek waar ze staat. Ik had onlangs een gesprek en ik vertelde over mijn ouders. Mijn ouders zijn in 1972 uit Suriname naar Nederland gekomen met een dochtertje van 1, dat was ik. En hebben in de jaren en hebben dat gedaan met het idee dat zij in hun moederland, als we even zeggen dat Suriname hun vaderland is, dan zien we eventjes voor het verhaal Nederland als moederland, dat zij daar welkom waren, dat er op hen gerekend werd en dat er met hen rekening werd gehouden. Eenmaal hier aangekomen was die realiteit natuurlijk totaal anders. Daar waar mijn ouders van alles wisten over de Nederlandse topografie en de Nederlandse gebruiken, ontmoetten zij een gemeenschap die totaal geen binding had met deze mensen. Want ja, waarom zouden ze ook, hè? Mijn ouders hebben vervolgens geprobeerd hun dochter het beste te geven, zoals elke ouders, de meeste ouders in ieder geval, dat proberen. En in een poging van mij een Nederlandse modelburger te maken die in volle vrijheid van haar Nederlandse rechten en privileges kon genieten, heb ik mijn ouders wel eens verweten achteraf dat ze in plaats van te integreren, zij volledig zijn gaan assimileren. En die assimilatie, daar zie ik ook een verband met hoe er tot voor kort, ook door links, met nieuwkomers werd omgegaan. Het idee was dat als nieuwkomers maar zoveel mogelijk werden, zoals de oorspronkelijke bewoners van Nederland, dat het dan met de integratie goed zou gaan en dat er van discriminatie geen sprake hoefde te zijn. Laat staan van racisme. Toen ik dat gesprek had met mijn moeder daarover, over ja, maar waarom hebben jullie dan toch zo ontzettend je best gedaan om toch ook een groot stuk van de eigen cultuur in ieder geval naar buiten toe, want je leeft als multicultureel mens altijd met één been buiten en het andere been binnen. En daar zit soms een enorm verschil tussen. Ja, dachten zij dat het beste was. En ik heb in dat gesprek ook begrepen dat het ook toen wellicht het beste was. Maar zoals met alles en iedereen, wij evolueren en wij ontwikkelen. En deze generatie, deze tijd, vraagt iets heel anders. Niet alleen van de nieuwkomers, maar voor het eerst sinds lange tijd ook van hen die het gevoel hebben dat zij er altijd al waren. Er wordt nu wederkerigheid verwacht. En dat is, denk ik, nieuw. Het gebrek aan het besef dat die wederkerigheid nodig was, heeft zich ook altijd genesteld in traditionele linkse overtuigingen en partijen. De Partij van de Arbeid, bij uitstek een migrantenpartij altijd geweest, was heel lief voor de migranten, maar wel, en dat is ook waar jij het net over had, op hun voorwaarden met wit als norm. Toen ik 2 jaar geleden mij voor het eerst uit begon te spreken, maatschappelijk en politiek, toen kopte, het was NRC of Trouw, haal me te goede, die krant vroeg zich af, is er racisme in Nederland? Vraagteken. Dat was 2 jaar geleden. Het was nog een vraag. Het duurde niet lang voordat diezelfde krant tot de conclusie kwam, er is best wel veel racisme in Nederland.
is precies waar Nawal het over had. Het is er altijd geweest, maar het was niet altijd zichtbaar, aanraakbaar en tastbaar. Bovendien hadden veel groepen nog niet de mogelijkheden zich zo kenbaar te maken als dat we dat nu hebben. Hè. We hebben social media, we kunnen elkaar makkelijker vinden. Een Facebook-event is zo aangemaakt en kijk, we zitten hier met z'n allen bij elkaar in deze ruimte. Dat was toen niet zo. Als je mee wilde doen, dan diende je gewoon zoveel mogelijk te voldoen aan die door wit gestelde norm. En ik denk dat daar een grote verschuiving heeft plaatsgevonden. Ik heb ook het idee dat veel linkse partijen zich hebben laten leiden door electorale angst. Met de opkomst en het steeds openlijker worden van rechts en van xenofobe overtuigingen. En populisme, dat moet ik ook nog even zeggen, populisme is makkelijk. Populisme is een aantal goede one-liners en je hebt de aandacht te pakken. Het probleem van links is dat we iets meer beschaving hebben en dus ook iets meer woorden nodig hebben. En dat dat dus een veel moeilijker boodschap is om over te brengen. Nou, dat populisme dat rukte op. Ik heb het idee dat links daar erg door verrast was. En in reactie op die verrassing dacht, oh jee, we raken de mensen kwijt, we moeten ze er wel bij houden. En dat zij zich al dan niet bewust, langzaam maar zeker, ook steeds meer van rechtse methoden, of populistisch kan ik beter zeggen, hou het te goede, populistische methoden zijn gaan bedienen. En doordat wit altijd die norm is geweest, ook in die kringen, en dan heb ik, als wij het over zwart en wit hebben, hebben wij het over de maatschappelijke constructen. We hebben het niet over de letterlijke kleur van mensen. Niemand is wit en niemand is zwart. We hebben allemaal mooie tonen daartussen. Maar de maatschappelijke constructen, ook weer waar Nawal het net even over had, daar hoort dus ook die zone of being en non-being bij. Daar is niet alleen wit overheersend, maar ook de man, het patriarchaat. Dus als je die dingen bij elkaar pakt en je stelt dat we jarenlang gestreefd hebben als samenleving en als linkse politiek naar een norm van het witte patriarchaat, dan kom je automatisch tot de conclusie dat men nog niet echt heel erg bezig is geweest met intersectionaliteit. Nu ook dat besef steeds meer begint te groeien bij mensen, dat we dat dus de structuren die racisme maken, seksisme maken, homofobie, xenofobie, validisme, noem het allemaal maar op, dat die met elkaar verweven zijn, nu komen we tot de kern van wat links dus zou moeten zijn. Links kan volgens mij niet links zijn zonder intersectioneel te zijn. En ik denk dat dat een bewustwording is. Sylvana, leg even uit wat intersectioneel is. Intersectioneel. Intersectioneel, en iedereen heeft volgens mij zijn, en dat zet je me heel even voor het blok, want iedereen heeft volgens mij een beetje zijn eigen definitie. Voor ons is het, en voor mij is het in ieder geval de overtuiging dat verschillende groepen en domeinen en identiteiten en dus ook structuren elkaar op verschillende momenten raken. Dat je dus intersecties krijgt, bijvoorbeeld tussen het feminisme en het racisme. Ik sprak gisteren een dame in België en ze zei, ik dacht altijd dat ik feminist was, maar toen ik echt actief ging worden, kwam ik erachter, ik kan geen feminist zijn als ik ook niet antiracist ben. Want wie voor vrouwenrechten strijdt, komt, als het goed is, al heel snel tot de conclusie dat dus binnen het feminisme ook weer verschillende groepen zijn die op verschillende manieren gemarginaliseerd worden. En dus moet je dat met elkaar verbinden. Maar kun je ook een antiracist zijn als je geen oog hebt voor de uitdagingen die trans mensen tegenkomen of die mensen met een beperking tegenkomen? Het gaat namelijk altijd om de strijd tegen de macht, zullen we maar even zeggen. En dat zijn allemaal hele generaliserende opmerkingen, maar ik hoop dat we die hier eventjes mogen en kunnen maken. De macht, dan zijn we bij ons volgende motto en dat is de economische rechtvaardigheid. En dat is klasse. Dan heb je het over klasse. Want kun je antiracisme bedrijven zonder stil te staan bij klasse?
kun je opkomen voor de rechten voor mensen uit de LGBT-community zonder stil te staan bij klassen. Je komt elkaar altijd weer tegen, dat zijn die intersecties. En vanuit die intersecties zul je, denk ik, in ieder geval dat is onze overtuiging, ook de zaken aan moeten pakken. Ik had even een paar aantekeningen gemaakt aan de einde van het... Nou, dat veranderende rasdenken en het zou vervelig worden van xenofobie, racisme, nee goed, alle vormen van uitsluiting en discriminatie. Dat is iets wat de laatste 10, 15 jaar gebeurd is, ook door links en misschien wel juist door links. Want als ik een verwijt maak aan de huidige linkse politieke partijen, dan is het dat ze guilty by association en compliance zijn. Namelijk, ze stonden erbij en ze keken ernaar. Als je dan de macht hebt om in te grijpen en je doet het niet, dan ben je net zo schuldig en voor wie wil misschien nog wel meer schuldig. Dus het is denk ik een uitdaging voor links om zichzelf binnen de context van vandaag opnieuw te definiëren. En wat mij betreft een duidelijke keuze te maken ook voor die intersectionaliteit. Kijk ik naar de komende Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen, dan zie ik een partij die, die haar score heel erg goed verdiend heeft als het gaat over de klassenstrijd, die een volledig witte kandidatenlijst presenteert. En het fascineert mij. Ik kan niet begrijpen hoe dat kan, omdat ik de strijd, de klassenstrijd, niet los kan zien van de strijd tegen racisme en andere vormen van uitsluiting. Dat betekent voor mij dat zo'n partij die omslag nog niet gemaakt heeft en nog niet de stap naar 2018 heeft gezet. Tegelijkertijd zie ik ook dat er linkse partijen zijn die wel wakker worden en denken, hé, wacht eens even, we zullen wel moeten. Want dat zijn we aan onze sociaal-democratische of sociaal-economische waarden verplicht. Dus